Vuil, vocht, stank. Nergens in ons land was armoede in de jaren 30 schrijnender dan in de Amsterdamse Jordaan. Maar in een speelfilm als De Jantjes zag je niets van de ellende. Rara. Want de wereld is rond en dat stempel te breed. En hij draait, daarom draaien we allemaal mee. Dus we draaien, zwingen en zwaaien. Geen je vergeet, je zorg en je leed. Een tocht door de beroemdste buurt van ons land. Op zoek naar de filmbeelden en het echte leven in de stegen en de sloppen. We zijn hier in de Jordaan, in de Noord-Jordaan, in de Willemstraat. En dit was vroeger een van de allerslechtste straten van de Jordaan in Amsterdam. En dit is de straat waar mijn voorouders voor het eerst in Amsterdam aankwamen. Ze kwamen uit Veenhuizen. Ze hadden daar generaties lang in de heropvoedingsgestichten van Veenhuizen gezeten. En hier hadden ze de vrijheid. Maar geen eten, nee. Vanzelf. En geen werk. En geen werk, precies. De eerste plek waar ze terecht kwamen, dat was een gang met een laag nummer. Zo staat het in het archief. Ik weet niet welk nummer, maar het betekent dat het hier vlak bij de Brouwersgracht moet zijn geweest. Het ziet er niet zo aantrekkelijk uit, hè? Hierachter werden gewoon steeds meer hokken en kamertjes gebouwd. Om die toestroom van mensen na de industriële revolutie te huisvesten. En het waren hele beroerde omstandigheden. Helena, 5 jaar. Mijn overgrootmoeder, die zag hier dus voor het eerst wat het was om in een stad te leven. Ze hebben hier ook maar 1/2 jaar gewoond en daarna zijn ze naar andere adressen gegaan. En ze hebben heel veel adressen gehad in de Jordaan. We zijn hier in café Chez Willy. Daar is het een van de openingsshots in de Jantjes zit erin. Zodra we in de Jordaan zijn, dan komen we eigenlijk via een lange rijder komen we hier aan. Nou, de eerste beelden, dan zie, je ziet eigenlijk een rijder door, je ziet een porter. Een porter, dat is iemand die langs de huizen ging en dan riep van wakker worden. Je gaat zo door de straat heen en dan zie je mensen naar buiten komen. Vrouwen die een emmer naar buiten zetten, een poepdoos. Die werd dan opgehaald door de boldoodkar. Dat is natuurlijk bij gebrek aan wc of zo. Dan zette je zo'n emmer buiten en die werd dan geleegd. En je ziet dat er op een gegeven moment een doorkijkje zit waar allerlei publiek staat te kijken. En dan komen we eigenlijk zo aan bij café, bij hier zo, bij Chez Willy, wat nu dan café Chris is. En dan worden we eigenlijk verder geïntroduceerd met de rest van de personages. En dan begint het plotje zich te ontwikkelen. Jongens, de eerste ballen van mij hoor. Ga jij nou maar binnen. Hé, blijven jullie kleven? Kom er maar toe of niet? Reken maar! Het is nu heel moeilijk om je goed voor te stellen hoe de Jordaan er 100 jaar geleden uitzag. Ik denk als je het zo even grof benadert dat er misschien wel 100.000 mensen woonden. Als je dat vergelijkt met nu, dan zijn er amper 20.000. En de huizen zagen er ook, eigenlijk als je de foto ziet van 1900, ook. Allemaal heel erg verpauperd uit, bouwvallig. Als je het nou hebt over 5 miljoen Nederlanders in 1900, zo groot was de bevolking, dan zijn er toch iets van 2 miljoen mensen geweest die in die achterbuurten of in die eenkamerwoningen woonden en die gewoon ook arm waren. Ja. 2 miljoen van de 5 miljoen. Dus het gaat wel ergens over. Er ging naar Jongbloed, naar de voederbaas. En er stonden mannen buiten met oude schoenen. Ikzelf, hè? Had ik haast geen schoen meer in. Dan zocht ik een paar schoenen. Als het maar 2 dezelfde waren. Een linkse en een rechtse.
Of er een groot gat van onderen in zat, dat hinderde niet. Ik had twee dezelfde schoenen. Ik had een paar schoenen, zo dan. He? Ja, dit is mijn werkkamer. Hier heb ik het Pauperparadijs geschreven. En het is een souterrain in de Jordaan. En ik vond het heel bizar om tijdens mijn onderzoek te merken, te lezen, tegen te komen, dat dit een ruimte is waar vroeger een heel gezin woonde. Oh, wauw. 5 kinderen, 7 kinderen, noem maar op. Ja. Er zaten hele gezinnen die in zo'n krappe ruimte woonden. Het is heel laag. En het grondwater wil nog wel eens opstijgen. Ik heb een ontvochtiger, maar die hadden ze toen natuurlijk niet. Wat een ellende. Israël Querido die heeft kort na 1900 heeft hij op 4 plaatsen in de Jordaan een kamer gehuurd, een woningje gehuurd. Dus hij deed helemaal mee. En beschrijft dan een kelder in de Jordaan waar een oud vrouwtje woont, tante Antje. En tante Antje die heeft een lompen- en schillenhandel. Al de schillen en benen, maandenlang opgespaard, bleven er liggen rotten rond haar bed. Haar tafel, haar 2 stoelen, haar kastje, kacheltje en stoof. En de vloer was onzichtbaar, want bedekt met een weke korst van jarenlang platgetrapt vuil. Haar in koppen en zo, en ingewanden van vis en zo. Er werd alles van alles werd op straat gesmeten. En dat werd ook eigenlijk ja, door honden opgegeten of het bleef liggen. En dat is, dus het was op sommige plaatsen stonk het verschrikkelijk. En het was eigenlijk naar onze begrippen onwaarschijnlijk goor. Ja, alles is schoon in de Jordaan, in de Jantjes. Je ziet echt helemaal geen enkele viezigheid of vuiligheid. Als je kijkt in de kamers, dat zijn allemaal keurige burgerkamertjes, zou je kunnen zeggen, waarin alles aanwezig is. De kleding is netjes, de kleding is schoon. Het is echt allemaal clean en schoon. Ik kan me niet begrijpen wat af mijn moeder zegt. Nooit naar een man te kijken, ze zijn allemaal even slecht. We gingen zaterdagavond met z'n 5 in de tobbe. Wie er het eerst in ging, dat was natuurlijk het lekkerste. En dan, wie het laatste, ja, dan moesten we met z'n 4 in de bed steken. En dan kleedden ze ons helemaal nakend uit. En dan kregen we een reep van er. Dat kregen we zaterdagavond wel, omdat we natuurlijk ons goed gewassen moesten worden. En dan maakten ze een lijntje in de kamer. En dan wassen ze ons goed uit. En dan kregen we het zondagsmorgens weer schoon. Hè? Jullie hadden dus maar 1 stel kleertjes? Ja. Hadden we ook. Ja. En het moest zaterdagavond gewassen worden. Dat hadden we het zondags weer. Helena is 42, heeft 5 kinderen. 1 tot 14 jaar. Man is al 6 weken verdwenen. 6 weken huurachterstand, 15 gulden beleenbriefjes. Verdient 4 gulden in de week als werkster bij mevrouw Tolen of jager. 6 weken huurachterstand. Het is heel raar om te zien. Want de periode dat Helena hier heeft gewoond heb ik helemaal bestudeerd. Maar ik had de ruimte nog niet gezien. Zo. Dit is dus dit is die ruimte waar Helena met haar hele gezin heeft gewoond. Het was hier. Dat vind ik echt heel raar. Het is, ja. Het is net of je er doorheen kunt kijken naar vroeger. Ja, sommige van die huizen heeft ze gewoon gezien vanuit hier. Dat is raar, hè? Nu tocht het niet en de ramen zijn heel en je kunt ze ook sluiten. Dus het is totaal niet te vergelijken. Nu is het hip. Toen was het pech. Vooruit, nou jongen, het is zo fijn. Ik deed het niet voor mijn plezier.
omdat ik mijn poot op papier heb gezet, ben ik nou eenmaal Jan Fuselier. Ik denk dat de film heel succesvol was allereerst vanwege het optimisme dat er uitspreekt. De film geeft een prettig gevoel. Er zit, tegelijkertijd heeft hij een bepaalde sentimentaliteit die heel erg aansprak. Daar weet dan, ik groet je, mijn mooi Amsterdam. De café staat al op de brug. Het enige waar je de tijdgeest en de crisisgeest, hè, en de armoede die er natuurlijk in de Jordaan heerste. Het enige moment waarop je dat terugziet in de film is eigenlijk in de Jantjes die werk zoeken. Die geen werk kunnen vinden en dan uit een soort van wanhoop tekenen voor het koloniale leger. Ik zoek me een aap. Ik loop mijn hakken scheef, maar werk vinden wel maar. En jij? Ik ook niet. Als je de 19e eeuwse bronnen leest, dan waren er dus heel veel mannen die eigenlijk gewoon het geld dat voor voedsel bestemd was, naar de kroeg brachten. Die mensen leefden eigenlijk altijd op een soort grens van honger of geen honger. Als je dus volgens de statistiek berekent, dan zou je ongeveer kunnen zeggen dat de kindersterfte in de Jordaan van de late 19e eeuw, dat die ongeveer twee keer zo hoog was als de kindersterfte in de gebieden die momenteel het ergste zijn voor kinderen tot 5 jaar. Dat is Angola en de Congo. Het was eigenlijk de huismoeder waar het om draaide. Of er 's avonds nog wat op eten op tafel kwam, ongeacht waar je het vandaan haalde. Je was verantwoordelijk om je man en je kinderen in het leven te houden. Maar de mannen... En waar je het dan ook vandaan haalde. Je had te zorgen dat er iets kwam. Er hingen altijd van die rode pluche gordijnen voor die kroegen. En dan staken ze hun hoofd door ook de kinderen. Want als de vrouwen bang waren... Ik heb ook in de Gouden Bloemwasstraat gewoond, hè? Recht over Jan de Gans. En daar hadden we op de hoek zo'n kroegie. En daar stonden ook kinderen. Vader, kom nou, we hebben zo'n honger. Maar ook die kinderen werden weggevloekt. Eigenlijk in de ergste vormen die in de achterbuurten voorkomen, dan lees je van de arts bijvoorbeeld dat er sprake is van verdierlijking of verwildering, noemen ze dat dan. Hè? Die mensen leven als dieren. Als je die teksten van die arts dan leest, en je kan tussen de regels doorlezen, dan weet je wel waar het ongeveer wrong. Dat van een gezin, en het waren vaak grote gezinnen, dat jong en oud en jongens en meisjes, dat die gewoon allemaal bij elkaar sliepen. En daar gebeuren dan onwelvoegelijke dingen. En zo drukken ze dan uit dat daar dingen gebeuren die volgens de burgerlijke moraal eigenlijk niet zouden moeten. En die artsen wisten natuurlijk donders goed wat er aan de hand wat er gebeurde. Want ik bedoel, daar hoeven ze niet veel fantasie voor te hebben. Maar ze zullen het nooit opschrijven. Ja. Maar er was incest, alles... Ja, dat kan niet anders. Eind 34 december kwam hij weer terug in Amsterdam en toen heeft hij in Edison gebreid in de Jordaan. Als het gaat over die relatie tussen zeg maar de film en de Jordaan, dan kwam het protest daartegen niet zozeer van de Jordanen zelf, maar die werd eigenlijk gereguleerd via de communistische partij, laten we het zo maar zeggen. Je had het weekblad De Rode Jordaan en De Rode Jordaan. En daarin werd gezegd van, dat is allemaal heel mooi wat we daar zien. Maar dat heeft natuurlijk helemaal niets met de realiteit te maken. En waar zij op inhaken is vooral op de woonsituatie, het wonen. Dat zo slecht was in de Jordaan. De manier waarop de Jordaan als een heel romantisch plaatje werd neergezet. Zeer zeker, de Jordaan is bezienswaardig. Maar naar onze mening niet uit het oogpunt van schilderachtigheid. Doch om eens te zien wat er achter de schilderachtige geveltjes zit. Want onze heerlijke Jordaan is een buurt waar achter de schilderachtige geveltjes onder knusse daakjes een zee van ellende te aanschouwen is. Je bent de laatste tijd weer aardig op stap geweest, zeg. Ja, ik ben uit geweest met een fijne meneer. Prachtig diner gehad. 4 gangen en een nadessert. Gangen? Wat zijn dat? Waarom de armoede niet in de film zit, is,
denk ik, omdat dat toch minder aansprekend is, vermoed ik. Men laat een groep zien die tevreden is met wat men heeft. Hè, en dat tevreden zijn met wat je hebt, dat is wel ook heel erg iets van die tijd. Hè, dus ik denk dat ook als een Jordaner er naartoe ging, dat hij ja, ongetwijfeld zag dat het anders was. Maar het was in elk geval geen negatief verhaal over hemzelf. En ik denk dat je liever een positief verhaal over jezelf ziet dan een negatief verhaal. De Jordaan-films die beginnen eigenlijk al de Jordaan neer te zetten als een soort product. In plaats van een koninkrijk van sloppen wordt het eigenlijk ook de Nederlandse volksbuurt bij uitstek. Met volkszangers. En dan krijgt de Jordaan krijgt dan eigenlijk ook dat imago van iets van een soort toppunt van gezelligheid. En dat de mensen noemen elkaar oma en tante en zo. Wat mij erg opvalt, is de rol van de vrouwen. Reuzenwagen heeft die zacht. En je ziet dat er eigenlijk twee perspectieven getoond worden op hoe een vrouw zich op haar toekomst moet voorbereiden. Greet is degene die trouw is, hè, belooft trouw, blijft ook trouw. Dus zij geeft een soort beeld van het traditionele huwelijk. Jans, die wil eigenlijk weg uit Jordaan. Die gaat op zoek in het cabaret. Dus ook kon je ook iemand tegenkomen, ja, en aan de haak slaan om daar dan mee verder het leven te delen en zo uit je slechtere of wat armoedige situatie te komen. Nou, dat is wat Jans doet. Tot dan toe zie je eigenlijk in films dat als vrouwen dan in het cabaret terechtkomen, dan loopt het altijd fout af. Dus ze eindigen altijd ergens in de goot en met een beetje tegenwind plegen ze ook nog zelfmoord. En dat gebeurt niet met Jans. Want Jans, die komt terug, hè, in een gigantische auto en die komt even kijken bij de wasserij waar Greet nog aan het werk is, hoe het daar gaat. Dries is bevorderd. Is erachter. En dan ga ik naar India en trouwens met de handschoen. Oh, fijn, hè? Nou, Manus wil ook trouwen nadat hij bevorderd is. Gaan we samen? Nee, ik trouw pas met Manus als hij generaal geworden is. Nou, ik trouw pas met Manus als hij generaal is. Weet je, dus met andere woorden, de film laat zien van aan de ene kant kun je als vrouw je helemaal traditioneel gedragen en voor een huwelijk kiezen en gewoon blijven waar je altijd al was. Je blijft gewoon in die strijkerij en de wasserij en daar verdien je het. En je kunt eruit, dan heb je een beter leven. Dit is de enige foto die er is van mijn overgrootmoeder Helena. En deze foto is gemaakt kort voor haar dood. Ze woonde met haar dochter op de Lauriergracht. Je zou kunnen zeggen dat het cruciaal is geweest dat mijn oma, dus de jongste dochter van Helena, in de jaren 30, in de crisisjaren, met haar eigen man aan de drank, afhankelijkheid van de steun, 7 kinderen en enorme ellende, de moed heeft gehad om haar oudste 2 dochters naar de MULO te sturen, te laten doorleren. In plaats van dat ze meteen aan het werk werden gezet na de lagere school. Mochten die oudste 2 en later nog eentje mochten naar de MULO. En dat kwam op aanraden van de pastoor. Die had gezegd dat ze heel slim waren. En dat ze dan later veel meer zouden kunnen verdienen op kantoor dan als ze meteen moesten gaan poetsen. En mijn oma heeft in die jaren die moed gehad, terwijl ze echt zat te wachten op die extra inkomsten. Ik denk dat dat het begin is geweest bij ons in de familie van het uit die armoede klimmen.